U bent hier zo mooi, prachtig. Ik denk u zondags kleed aan, hè? Ja, zoals we dan hier zeggen. Ja, wat komt u eigenlijk doen hier? Ik ben uitgenodigd door de VVCB. Dat is de Vereniging van Vastgoedeigenaren Centrum Boxmeer. En die hebben een stimuleringsprijs. Dat willen ze ieder jaar uitreiken. En die prijs, die is bedoeld voor degene die het mooiste pand heeft qua stijl, kwaliteit, niet alleen de etalage, maar de combinatie om de sfeer in de gemeente, in de winkelcentrum Boxmeer, op een bepaald niveau te krijgen. Dat is heel belangrijk. En ik mag deze ochtend met u meelopen? U mag meelopen. Niet in de weg lopen natuurlijk, hè? Want dan kan Sinterklaas zijn werk niet doen. Maar je bent zeker welkom en je moet in de buurt blijven, want anders kan je mij niet verstaan. Ga ik doen. Dus, we zien elkaar. Gauw aan het werk. Geweldig. Ik denk dat je hem er even bij moet houden, want ik heb toch hier heel veel verschillende mensen. En ik denk dat dat ook voor de tv belangrijk is. Die een jury, want Sinterklaas beoordeelt niks. Sinterklaas doet alleen prijzen uitreiken en kinderen blij maken, cadeautjes weggeven. Maar voor de rest heeft Sinterklaas een neutraliteit. Maar wat er wel is, er zijn hier die mensen die zijn kwalitatief, weten die exact waar het over gaat bij het beoordelen enzovoorts. En dan heb ik toch eventjes maar even op papier gezet. Want er is natuurlijk een jury. En die is er niet voor niks. Die jury die... Ik krijg even kijken. Ik kijk naar die manier. Op de eerste plaats. Hij is van het architectenbureau De Witte in Os. De Witte Os. De man die gek is op warm eten. En komt u er even bij staan? En altijd eet met mes en vork. Natuurlijk, Bart van der Hork. Dat is een hele mooie rijtje. Ja. Dan hebben we in het midden, daar hebben we dus, zij heeft haar eigen adviesbureau, een goede kennis, advies en eigen mening. Zat ooit met Sinterklaas in dezelfde klas, Olga Geurts van de Plas. En dan hebben we de derde jurylid, dat is aan de andere zijde, dus hij heeft niet gezeten bij de koopvaardij, maar al jaren bij de MVS makelaardij, wint bij het kaarten altijd niet met harten, maar met klaveren, niet minder dan Martin van Staveren. Mooi. Kijk. Mooi gedaan. Fijn dat jullie er zijn. De onderbouwing, ja, die moet natuurlijk komen. En die kan ik niet zeggen, maar dat zullen jullie moeten doen. En daar krijgen jullie gelegenheid voor. Mooi. Dus wie mag ik het woord geven? De voorzitter van de jury? Kijk. Nou. Oké, vorig jaar stonden we ook hier. Toen heeft dit pand gewonnen. Ja. Dat gaan we nu anders doen. We hebben drie panden genomineerd en daar lopen we zo meteen ook langs op. Ja. En een van de nominaties, dat is eigenlijk een vrij ingetogen plan. Dat is de zijgever van dit pand, maar dan aan de andere kant. Dat pand, ja. Ja. En die is eigenlijk best wel aardig opgeknapt. Daar is van een blinde gevel is daar toch wel een hele aardige gevel van gemaakt. Ja. Volgens het regime wat hier op de Steenstraat ligt, het zogenaamde historiserend bouwen, dat is wat de gemeente een aantal jaren geleden heeft geïnitieerd. Nou, dat moet je dan ook consequent doen en die gevel is daar een mooi voorbeeld van. En dat waarderen wij erg. Ja. De tweede nominatie is het pand van Lady M, daar lopen we zo meteen ook langs op. Ja. En met name omdat het destijds heel goed en keurig en zorgvuldig is gerestaureerd. Maar het wordt ook heel goed onderhouden door de eigenaar. En dat waarderen we ook erg. Want het is niet alleen één keer een mooi gebouw maken, maar dan moet je ook top bijhouden.
De derde nominatie, en dat is ook de winnaar, dat is het pand van juwelier van Arenbergen. Daar lopen we dan zometeen ook naartoe. Dat is eigenlijk ook in die hele reeks van dat historiserende bouwen keurig gedaan. Echt met gevoel voor de historie. En dan hebben we het over het totaalbeeld wat je dan ziet. Maar ook over de detaillering en de materialisering. Materiaal. Ja. Zelfs het lakwerfwerk, het verfwerk is echt zoals dat men vroeger deed. Keurig in de lak. Ja. En dat, ja, dat belooft eigenlijk ook wel dat de eigenaar het waarschijnlijk ook heel keurig zal gaan bijhouden. Dus dat is top. En als laatste past dat ook heel keurig bij de functie. Een chique juwelier met een chique gevel. En ja, dat waarderen we heel erg. Was het moeilijk om tot dit juryberaad te komen? Nou ja, er zijn heel veel panden in deze straat, Steenstraat, vanaf het Rokjes tot aan de kerk. Want dat is zo'n beetje het panggebied en dan links en rechts het Kloosterplein. Er zijn een heleboel panden waar eigenlijk ook best wel iets heel erg positiefs over te vertellen is. Maar je maakt op een gegeven moment daar wel keuzes in. En dan zijn de keuzes vaak dun. Maar dan zijn er toch weer net van die kleine dingen die dan de doorslag geven. Ja. Dus nou, ja, dat was wel moeilijk, ja. Ja. Maar toch gelukt, hè? Ja, toch gelukt, inderdaad. Nou, geweldig. We hebben wat onderbouwing gehoord. We komen dadelijk nog wel, want we gaan langs de panden. Sinterklaas heeft ook wel een klein beetje verstand van panden die er mooi zijn. Dat komt natuurlijk uit mijn verleden. Ik heb altijd heel veel steden bezocht. En dat ik daar dan intensief in een centrum ben. En meerdere dagen, dus dan weet ik ook een beetje hoe winkelcentra's eruit zien. Want ik ken Nijmegen, Arnhem, Venlo, Eindhoven, Den Bosch, Madrid. Os. Ja, Madrid, maar dat ligt op een ander vlak. Nee, maar hier in Nederland, al die plaatsen, daar ben ik langdurig geweest. Dus ik ken ze. En dan moet ik zeggen, een van de centra's waar ik het liefst ben, dat is toch in Boksmeer. Ik heb vannacht heerlijk weer op de weiën geslapen. Geweldige locatie. Aanstaande maandag mijn verjaardag en dan ga ik dinsdag zijn we vertrokken. Met stille trom, niemand weet hoe dat gaat, maar het vliegtuig staat klaar. Zie, we gaan kijken. Ja, ik zie lucht. Dat is het aangrenzende gedeelte. Want daarachter is nieuwbouw, hè? Zoals ik dat dan kan zien. Maar de voorgevel, dit was vroeger, als ik goed ben ingeïnformeerd, Ida de Haan, het pand van Ida de Haan. Zie je, ja, ik heb mijn werk wel goed gedaan hoor. Ik heb alles nagekeken en onderzocht. Maar dat was inderdaad een huisje wat eigenlijk stil lag. En dit stond er allemaal niet, want hier had natuurlijk de Rabobank zijn grote panden. Maar inderdaad, de doorgang met twee kanten, de mogelijkheid om naar het achtergedeelte te gaan. Bankenspetje, zoals ze dat noemen. Ja, geweldig. Inderdaad, een zijgevel die eigenlijk gewoon maar een zijgevel is, aangepast en aangekleed. Waardoor de combinatie met de bouw en alles, dat heb ik in ieder geval in het juryrapport gelezen. Geweldig. We gaan, jullie gaan mee? Jazeker. Ja, want het moet even vastgelegd worden. Hè? Ja, we gaan lopen. Kas, ja, mag ik deze tas even? Ja, dat is dat weer. Want anders ben ik zo. Het is toch kaal, hè? Anders ben je op hand, hè? Ja. Ja, ik kan me herinneren. Je bent toch geweest. Want je had onder een beetje een fietsenrekje. Hier zo, die tankjes eruit. Ja, dat is niet. Ja, ze zijn er niet zo goed, hè? Ja. Kijk, we zijn hier. Heel goed. In ieder geval heel duidelijk aangegeven. Wij zijn open. In verband met de elektriciteit en gasrekeningen. Wij willen de mensen natuurlijk graag hun deuren sluiten. En dan denken mensen dat ze niet naar binnen kunnen, maar dat is wel. Maar kijk hier eens eventjes, Mientje. Wat een geweldig pand. Opvalt 1669. Dus het is niet van vandaag of gisteren.
maar heel lang geleden. Hier woonde vroeger de familie van Odenhoven. Van Odenhoven? Van Odenhoven, die hebben hier gewoond. Belangrijke familie, die nogal wat moneten hadden, geld. Is aan de bouw te zien, hè? Ja, dat is wel te zien. Maar het pand wordt natuurlijk op een geweldige manier bijgehouden. Heel mooi. Lady M. Ja, dit is echt een uitschieter binnen het centrum. Tenminste, dat is de mening van Sinterklaas. Maar de onderbouwing is natuurlijk aan de jury altijd geweest. Fantastisch. Nee, goed. Keurig. En nou op naar de prijswinnaar, hè? Nou gaan we naar de prijswinnaar. Dan gaan we nog één keer verder. Goedendag. 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 Sinterklaas is de naam. Sinterklaas is de naam. Aangenaam kennis te maken met u. Hier, geweldig. Ja, onze juryleden, die zijn hier zo. Want wij waren eigenlijk... U was een van de genomineerden. Ik weet het, ja. Van drie panden. We hadden dus Luf, daar bij de Rabobank, ex-Rabobank, bij het gebouw De Pauw. Hier, Lady M. Kijk eens aan, ik heb hem voor u. Kijk. Er staat Nijk Blanco, maar de inhoud, daar gaat het om. Nou, ik ben benieuwd. Ik mag wel even pakken, worden, ja. Even kijken, want kijk, het is ook voor onze media. Ja. Want dit komt natuurlijk op de kijk. Omroep. De gevelprijs 2022, Centrum Bosnia. De waarde van 1000 euro. Kijk. Nou, super. Dan gaan wij goed besteden. Dat denk ik ook. Ja. We staan hier binnen bij Van Arensberg, maar ik sta hier bij... Tjeerd Lemeres. Tjeerd, was het een verrassing dat je de prijs gekregen hebt? Nou, ja, zeker. We hebben denk ik een maand ongeveer geleden te horen gekregen dat dit pand ook genomineerd was. Hè, met nog twee andere panden. Ja, en nu dat vandaag Sinterklaas voor de deur staat, dat was wel een hele grote verrassing natuurlijk. Ja. Nou zijn jullie druk bezig hier binnen. Ja. Het wordt helemaal verbouwd. Klopt. Ja, wij zitten hier sinds begin september en we hebben de juweliere baan overgenomen. En we gaan toch even een beetje ons eigen sausje eroverheen doen. Dus daarvoor moet ik toch even helemaal verbouwen, om het helemaal eigen te maken. Ja, nu kan ik indenken, stimuleringsprijs, de verbouwing. Maar goed, het is wel meegenomen, hè? Het is wel meegenomen, zeker. En die stimuleringsprijs ook straks voor de toekomst, hè, voor volgend jaar. Om te kijken of we daar nog wat moois mee kunnen doen voor de gevel bijvoorbeeld. Nou zei jij al, jullie hebben in andere plaatsen ook zaken? Ja, klopt. In Gennep en Malden hebben we ook in jullie zaken. En wordt dit toegankelijk voor iedereen? Is het een beetje van toch een drempel die er nog is? Hoe wil je het indelen? Nou ja, dat is ook de reden dat we de winkel gaan verbouwen. Want we hebben in Gennep en Malden ook een winkel. En eigenlijk, die winkel is voor jong en oud. En iedereen moet daar gewoon makkelijk binnen kunnen lopen. En we merkten dat hier toch nog wel voor veel mensen toch een drempel ligt om naar binnen te gaan. Dus door de verbouwing hopen we een wat toegankelijkere winkel te krijgen. Zodat eigenlijk iedereen uit Boxmeer en omgeving hier makkelijk rustig naar binnen kan lopen. Een voorzichtige vraag. Heb je al enig idee wanneer je wilt openen? Nou, dat weet ik al zeker, ja. 15 december moet het allemaal klaar zijn. Dus het moet nog een hoop gebeuren. Maar dan zijn we ruim op tijd voor de kerst open. Dus dan moet het helemaal goed gaan komen. Nou, ik wens jullie heel veel succes en Sinterklaas zei het al, hè? Volgend jaar komen we even controleren. Nou ja, helemaal graag en dan ontvang ik hem graag hier in de winkel als het helemaal klaar is. Een fijn weekend. Ja hoor, dank u wel.